De heer en mevrouw Odink hebben in Den Haag met goed resultaat deelgenomen aan nationale wedstrijden ijsdansen. Er bestaat voor dit onderdeel van het kunstrijden geen officieel Nederlands kampioenschap, maar eenmaal per jaar komen een aantal paren ten overstaan van een jury op de gladde ijzers om zich met elkaar te meten. En het paar dat dan de eerste plaats bereikt, mag zich toch wel officieus kampioen van Nederland noemen. Wel nu, het echtpaar Odink toonde zich in 1955 het sterkst. De dames, of beter gezegd, de meisjes die op de hockeybaan rondgleden, konden wel een kampioenstitel behalen. De Haagse Johan Haanappel was in zeer goede vorm. Bij de verplichte figuren had ze al een puntenvoorsprong gekregen. En de vrije figuren waaraan ze hier bezig is, deden die voorsprong nog groeien, zodat ze tenslotte niet meer bedreigd kon worden. En daarmee ging de titel dus naar Johan Haanappel, die er kinderlijk gelukkig mee was. Ze is tenslotte nog maar pas 14 jaar.